Het collegejaar 2023-2024 is van start gegaan op het EFS COVAP College. Het is de bedoeling dat er van het jaar of het komend jaar weer heel wat verpleegkundigen worden geleverd of dat ze in training zijn met betrekking tot, de gezondheidssector in ons land. Mevrouw Wallerij geeft toch wel een uiteenzetting over zowat de problemen en wat er gehoopt wordt vanuit het college met betrekking tot deze studenten die een nieuwe en een frisse start zullen maken van het schooljaar. Onderwijs is een mensenrecht. Ik neem aan dat we daarmee eens zijn, toch? Onderwijs is een mensenrecht. Het is met name het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te werven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die de overheid kan doen. Het belang van onderwijs, dames en heren, ligt dus niet alleen op een praktische vlak, maar ook persoonlijk betekent dat wanneer je goed opgeleid bent, je een verlichte, actieve geest hebt, die ook in staat is om vrij te dwalen, zeg maar. Het is een van de vreugde en beloningen van het menselijk bestaan. Dames en heren, met deze statement van UNESCO heet ik u van harte welkom bij het openingscollege van het schooljaar 2023 en 2024. Vandaag op 5 oktober hebben 1287 studenten een aanvang gemaakt met het nieuwe schooljaar. En dit omvat zowel studenten van de basis als de postbasis, maar ook de HBO-opleidingen. 0 daarvan zijn nieuwe studenten. Gewoonlijk starten wij in oktober met nieuwe studenten. Maar helaas merken wij dat we dit jaar geen groepen hebben kunnen starten. Ook de economische situatie werkt door bij de mensen die belangstelling hebben voor de opleiding. Belangstelling is er meer dan genoeg. Maar helaas zijn de fondsen niet ter beschikking voor de mensen om de opleidingen te betalen. Dus zijn we dit jaar gestart met 0 nieuwe studenten. Op Nikeri zijn er 195 studenten, dat zijn de oudere studenten. En daar zullen we waarschijnlijk 1 VP-groep starten met 19 studenten en 1 doorstroomgroep starten met 15 studenten. Wij hopen eind oktober toch dat wij de 3 geplande VP en 2 geplande ZV-groepen van Paramaribo zullen kunnen starten. Het thema voor dit schooljaar luidt een gezond lichaam en geest, balans tussen studeren, werken en privé. Het thema dit jaar wil ik verbinden met World Teachers Day, welke we net hebben mogen vieren. En het thema voor deze dag was The Teachers We Need for the Education We Want. The Global Imperative to Reverse the Teachers Shortage. Vrij vertaald, de docenten welke we nodig hebben voor het onderwijs welke we wensen. De mondiale noodzaak om het tekort aan docenten te keren. Vandaag wil ik mij dan ook speciaal richten tot docenten, opleiders in het veld, maar ook tot jullie studenten. Het EFS College COVAP leidt niet alleen op theoretisch, maar ook praktisch. Wij leiden op voor de zorginstellingen, voor die praktijk. We zijn ook niet bespaard gebleven van de interne en externe migratiebewegingen. Ook onze docenten zijn vertrokken naar Nederland of naar zorginstellingen waar ze beter verdienen, omdat ze de werving en behoudtoelagen krijgen. Het uitwerken van een taaktoebedelingssysteem heeft uitgewezen dat onze docenten echt overbelast zijn. In gesprek met onze docenten zijn er 2 maatregelen getroffen
We hebben gezegd, alle niet-kerndocententaken gaan we ondersteunen door middel van de administratieve kracht voor de docenten. Maar ook tijdconsumerende, steeds terugkerende zaken zoals stageverslagen lezen, zullen we uitbesteden aan gekwalificeerde PBS die opgeleid zijn dit te doen. Doen wij deze interventies niet, ook al zullen de studenten het geld hebben om de opleidingen te betalen, wij zullen dan geen docenten hebben om de groepen te kunnen faciliteren. Wij hopen met deze maatregelen dat onze docenten zich kunnen richten op de kerntaak onderwijsverzorgen. Maar daarnaast wordt ook de werving ingezet en behoud door een voorstel welke komende week naar het bestuur gaat voor behoud van de docenten. Want als jullie collega's in het veld behoudtoelagen krijgen, denk ik dat het niet meer dan billig is dat ook voor jullie als docenten wij dat in orde maken. Maar we hebben ook hulp nodig vanuit die praktijk. Gekwalificeerde docenten zullen door de zorginstellingen ter beschikking gesteld moeten worden, zodat wij werkelijk de groepen kunnen draaien. Anders zullen we de intake van de groepen zwaar terug moeten brengen. En dit zal grote wissel trekken op de reeds bestaande tekorten die er zijn. Het is jammer dat ik dit nieuw schooljaar niet met beter nieuws kan starten. Maar dit is wel de realiteit waaronder wij dit nieuw schooljaar opstarten. Het IFS College COVAP zal met het totale team, het onderwijsteam in het bijzonder, alles in het werk stellen om genoeg mensen op te kunnen leiden. Maar er is altijd een grens. En we hebben afgelopen jaren steeds de opleidingen opgeschaald, steeds meer opgeleid. Maar ik denk dat wij nu wel onze grens hebben bereikt, waarbij wij moeten zeggen, we moeten op de rem trappen. En als inderdaad de praktijk waar er wel genoeg docenten zitten, waar er wel genoeg PB'ers zitten, niet meehelpt als partner, dan zullen wij als opleiding moeten nagaan waar wij even dingen moeten temporiseren. Docenten. De directie dankt jullie enorm voor de inzet het afgelopen schooljaar. Jullie staan aan het begin van een nieuwe schooljaar. Ook dit schooljaar zal zich kenmerken door een aantal uitdagingen. Ik heb al een paar genoemd. U zult moeten optrekken met collega's die zullen delen in uw taken, zodat u zich kunt richten op uw kerntaak. Maar het opleidingsmanagement zal er ook op moeten toezien dat alle niet-kerntaken zoveel als mogelijk anders georganiseerd worden. En waarschijnlijk zal het betekenen dat docenten in onze eigen organisatie die op managementplekken zitten, ook zullen moeten meehelpen, ook zullen moeten inspringen om mee te kunnen helpen. Aan de studenten wil ik het volgende meegeven. COVAP is constant bezig te bouwen aan een excellente organisatie. Helaas is het een weg die we nog aan het afleggen zijn. We zijn geen perfecte organisatie. Maar u als student bent samen met de insturende instelling een belangrijke partner voor ons. Wij zetten ons in om een volwassen en gedisciplineerde relatie met u te bouwen. Het onderwijs wordt verzorgd door middel van een goed ingericht curriculum. De leeromgeving, het leerproces. Kortom, het onderwijs moet erop gericht zijn dat u met plezier hier wilt studeren. De schoolorganisatie moet duidelijk zijn. U mag niet gefrustreerd raken tijdens de studie. U heeft een studentenraad. Maar helaas moeten wij constateren dat die studentenraad heel erg stil is gevallen. Ik wil van hieruit meegeven aan jullie om jullie kenbaar te maken om deel te nemen in het bestuur van de studentenraad, zodat jullie studentenraad nieuw leven ingeblazen kan worden. Samen met u zullen we ons inzetten om uw studieperiode hier op het instituut tot een positieve te maken. Praktijkbegeleiders en werkbegeleiders in het veld.
U bent de brug tussen de student en de collega's op de werkvloer. En een onderdeel van die begeleiding is dat u invulling geeft aan die brugfunctie op de werkvloer. Ik wil hier langs deze weg ook een beroep doen op de praktijk om het goede voorbeeld te geven aan de studenten. Anders wordt alles wat we hier bij de opleiding meegeven ontkracht door de leeromgeving in die praktijk die juist zal moeten laten zien hoe het hoort. Ik wil de praktijk ook vragen om geduldig te zijn met de studenten. Hun de juiste begeleiding te geven, rekening te houden met het leerjaar van de studenten en daarmee ook de theoretische bagage welke de student meegeeft. Vaak wordt van de student verwacht dat hij in één keer alles maar weet. En vraagt men, heb je dit niet geleerd? Nee, ik heb het nog niet geleerd, want ik ben net eerstejaars. Ik heb nog een tweedejaars te gaan en ik heb nog derdejaars te gaan. De inspectie verplegende en verzorgende beroepen willen wij als school ook heel hartelijk dankzeggen. Dankzeggen voor hun kritische blik dat ze over onze schouders meekijken, zodat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen leveren. Dank voor hun ondersteuning bij de uitvoering van het onderwijs. Aan bestuur, management, staf en alle medewerkers wil ik meegeven dat zonder uw ondersteuning het onderwijsproces niet optimaal ingericht en uitgevoerd kan worden. U bent een belangrijke speerpunt voor een succesvolle onderwijsorganisatie. Wij danken u dan ook voor de ondersteuning geboden en de inzet in het afgelopen schooljaar. En wij rekenen erop dat u ook meehelpt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen in het huidige schooljaar. Ik wens aan alle actoren binnen het onderwijsveld, de studenten, de docenten, het totaal onderwijsteam, maar ook aan de mensen in de praktijk, een zeer vruchtbaar en voorspoedig schooljaar toe.